Ja. Vind jij thuisonderwijs leuk? Jij hebt een, jij hebt iets met onderwijs. Ja, dat wel. Maar ja, sowieso drie kleintjes. Ik had natuurlijk in de eerste lockdown waren ze allemaal onder de vier. En kon ik ook nergens heen. Ik laat ook heel erg op van even in een andere bubbel zijn, zeg maar. Ja, ja, dat was gewoon niet, bestond niet, die bubbel. Je had gewoon ook drie kinderen onder de vier. Ja. Dat is sowieso een levensfase van succes, dat is best intens. Lockdowntje eroverheen. Ja, oh man, ja, was wel. Ja, het einde lijkt wel redelijk in zicht, hè? We hebben het gehad. En er komen nieuwe fases in ons leven. Het is maar een fase. Ah ja. Als je er middenin zit, is niet zo leuk. Hé, we gaan van start. Ja? We gaan praten over ruimte voor u. Ja. Ja, je luistert naar de Cela podcast. Als Cela schrijven we nieuwe liederen voor de kerk in Nederland. En in deze podcast bespreken we elke aflevering één zo'n Cela-lied. We hebben het over de tekst. We geven je tips en trucs. En we denken met je mee over hoe je onze liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de Cela-schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra. Vaste luisteraar weet dat inmiddels wel. En ik ben drummer en liedschrijver bij Cela. En vandaag weer Martijn voor de tweede keer in de Cela-podcast. Martijn Buwalda, tekstschrijver voor Cela. En Mirjam is er ook, zangeres. Heel bekend geworden door haar op de koffie-itempje van de podcast. Echt doorgebroken. Ja. Al die mensen die allemaal handtekeningen vragen, ik kan het niet meer bijbenen. En mensen zeggen ook, ja, ik vind de rest van de podcast niet zoveel aan. Maar op de koffie, daar doe ik het allemaal voor. Daar luister ik eigenlijk ook alleen maar voor. Ja, hè? Ja, ik eigenlijk ook hoor zelf. Dus. Ja, okay. Nou, we zijn te gast in het kerkje van Welsum. En Henry is er weer. En we zwaaien even naar onze moeders. En ook even een keer naar de moeder van Henry dan maar. Hallo. Hallo. Hey. Ja, ruiten voor u. Gaan we over praten. Ja. Geschreven door jou. Ja. En Roeland. En Ad. Mm-hmm. En nou, we gaan dus ook weer bij iemand op de koffie. Dus als je speciaal daarvoor luistert, heb even geduld. Komt vanzelf weer. Of spoel even door. Kan ook. En, ja. Of moet ik dat niet zeggen eigenlijk? Nou, te laat. Maar. En we lopen weer eventjes naar de brievenbus. Ja, zometeen. Nou, dat is altijd het plan. Ja, en ik zei al, we doen ook een ijsbreker. En ik hoorde al, ja, de ijsbreker is echt een soort berucht. Tenminste, mensen worden er juist zenuwachtiger van. Dat is niet de bedoeling. Dat je denkt, de podcast zie ik eigenlijk wel zitten. Maar die ijsbreker, dat is Mia, een moet echt lang rijden. Jij hebt gewoon de hele reisje druk gemaakt. Ik dacht, wat kan er allemaal zijn? Ja. Ik ga gewoon alles voorbereiden. Ja. Ruimte voor u, ruimte. Iets met ruimte. Misschien wat heelal of zo. Ja. Ontspannen, in de buurt. Oh, echt? Okay. Oh, nee. Ja, nee, de bedoeling van de ijsbreker is dat we juist een beetje de ontspanning vinden. Maar okay. In de praktijk is dat het juist. We gaan hem gewoon doen, hoor. De ijsbreker. Ja, je hebt een goed idee gehad. Ruimte voor u. Ik dacht, ja, wat zullen we nou eens gaan doen? Misschien gewoon maar eens wat vragen over de ruimte. Niet omdat het iets met elkaar te maken heeft, maar gewoon omdat het leuk is. Heb jij zitten Wikipedia over de ruimte? In de auto? Nee, dat kan het niet meer. Ik kon niet meer voorbereiden, maar ik dacht in de auto zal over het heelal gaan. Ja. Daar weet ik dus helemaal niks van. Ja, je had, Siri, vertel mij wat weetjes over het heelal. Maar kom maar op. Oké. Okay. Eerste vraag, ja? En je mag gewoon... ik ga eerst vragen. Onze zon is een van de sterren van het melkwegstelsel. Hoeveel sterren bevat ons melkwegstelsel? Ja, en wie het dichtst erbij zit? Dus ons melkwegstelsel, je hebt dus het zonnestelsel en dan het melkwegstelsel. Hoeveel sterren? En dan wie het dichtst erbij zit? Wat denk jij? 400 miljard. En jij? Ik zat te denken aan 10 miljoen. Okay. Het is 200 miljard. Maar... Dan ben ik dus dichterbij. Ja, dat eigenlijk... Wat? Officieel. Nou. Ja, dat 10 miljoen zit wel... Dus dit is speciaal voor Mirjam. Oh, dit is erg. Ja. Ik sta direct achter. 'S Ochtends vroeg. Yes. Dit is erg. Dat komt omdat ik me heb voorbereid en jij niet. Dat is je hebt de auto hierover nagedacht. Maar serieus, 200 miljard, hè? Die heeft Abraham... ik weet niet of ze allemaal zichtbaar waren toen Abraham de sterren moest tellen. Maar het zijn wel serieus veel nageslacht. Echt veel nageslacht, ja. Okay. Zo. Hey, welke planeet? Dat is de volgende vraag. Welke planeet staat het dichtst bij de zon? De zon en dan een paar planeten zo. Dus aarde er één van. Is die te moeilijk? Ja. Mijn zoon weet dit. Ja, ik zet gewoon een klokje. Noem gewoon een planeet. Jupiter. Dat is niet goed. Nee, dat is wel. Martijn. Mercurius? Ja! Wauw. Oké. Okay. Knap. Oh, dat, educated guess. Ja. Hey, wat was de naam van de eerste ruimtevaarder die een rondje om de aarde heeft gemaakt? Goed nadenken, dat weet je denk ik wel. De naam van de eerste ruimtevaarder. Nee, oké. Okay, het is een Rus. Ik maak het makkelijker. Het was geen mens. Oh, wat was het voor beest? De hond? Ja, en hoe heet die hond? Pluto. Nee, dat is te moeilijk.
Laika heet die hond. Nah. Ja, Laika, die is in Moskou van de straat gehaald. Die was toen 3 jaar oud, gewoon zo'n straathond. Oh, Germ, arme hond. Die reisde met de Sputnik 2. Ja, is dit is mijn Wikipedia, weet je. Mijn Wikipedia momentje is dit. Die reisde op 3 november 1957 de ruimte in met de Sputnik 2. En dat ding was niet echt ontworpen om weer te gaan landen. Dus ze wisten gewoon, dat beest gaat gewoon dood. Maar hij ging eerder dood dan ze hadden verwacht door stress en oververhitting. Dan krijg je die taak? Weet je, had je 1 taak? Tot zover het tot leven zover van Laika. Oh. Stress en oververhitting. Oh, zielig. Echt. Je had hem net goed in de magnetron kunnen stoppen. Hetzelfde effect. Ja, tot zover het leven van Laika. Ja, allemaal ten behoeve van de wetenschap. Tuurlijk. Oké, we gaan luisteren naar Ruimtevrucht. Daar moeten we over gaan praten. En dan gaan we... Ja, eerst luisteren, dan praten. De dagen gaan haastig voorbij. Waar is er ruimte voor u? U roept ons, maar wie heeft er tijd? Waar is er ruimte voor u? Wanneer staan wij nog stil? Stil. Bij uw stem. De dagen gaan haastig voorbij. Waar is er ruimte voor u? Ja, ruimte voor u te vinden op het album Thuis. Ja, eerst maar eens even. Soms schrijf je een liedje en achteraf denk je, nou, daar ben ik wel echt blij mee. Sommigen denken, nou, daar had ik toch nog even dingen anders in kunnen doen. Waar zit dit liedje op die schaal? Ik ben hier blij mee. Oh ja. Ja, ja, ik vind het eigenlijk een heel geslaagd liedje. En het was toen we het schreven, dachten we niet van, nou, we gaan, dit wordt het meest gezongen kerklied van Nederland of zo. Die illusie hadden we niet. Maar of in zijn soort of in wat we wilden zeggen, vind ik het eigenlijk een heel geslaagd lied. En wat voor soort is dit dan? Wat meditatiever. Iets rustiger, iets meer voor de verstilling. En dat was ook wel het doel. Dus als ik hem dan weer hoor, en ik heb natuurlijk de afgelopen dagen af en toe nog eens opgezet om terug te luisteren, en dacht, ja, ik vind het eigenlijk best wel goed. Ja, want je hebt dit met Roeland geschreven dus. Ja. Dus je zegt, vanaf het begin was niet echt het idee van, we gaan een grote samenzang rammer schrijven of zo. Wat was het wel het idee dus? Ja, die verstilling. Of weet je, hoe ging dat? Wat was jullie eerste gesprek? We schreven voor het eerst samen een liedje. Dus we hadden afgesproken bij Roeland thuis. En ik had al iets in mijn hoofd van ruimte voor God. Ik had het ergens gelezen, denk ik. Ik weet niet meer precies waar. Maar ja, dat alles een ruimte is voor God, dat fascineerde me. Ik dacht, oh, mooi, we zijn misschien geneigd om dat anders in te vullen. Of op de zondagochtend is er ruimte voor God. Hè? Van 10 tot 11:30 of zo. En het idee dat alles in potentie Gods ruimte is, vond ik heel mooi. Dus dat nam ik mee. En het is een beetje een filosofische gedachte. Dus ik dacht, dat neem ik mee naar Roeland. Want die is ook een beetje zo. Ja, hij is ook zo. Hij kan ook... Zo filosofisch, dat je daar wel wat mee kan. Ja, ja. En ik heb ons werkdocument opgezocht. We werken in Google Docs. Mocht je zelf schrijven en je denkt, hoe kun je van een afstand samen schrijven? Maak een Google Doc. Dan kun je allebei tegelijkertijd in werken en dan zie je elkaars aanpassingen. Goeie tip. Ja. Kun je ook elkaars aanpassingen gelijk weer verwijderen. Kun je direct alles weer verwijderen. Precies. Ja. En dan zeg je, sorry, mijn computer liep vast. Ja, dat is echt ideaal. Dus zo deed je dat toen wij samen schreven. Ja, dus jullie zitten samen in zo'n Google Doc. Maar zo'n document, is dat heel anders dan het eindresultaat? Ja, heel anders. Dit zijn 6 kantjes. Vol met tekst. Ik zie het hier. Ideeën, ik scroll er doorheen. En het document heet Open Ruimte. Oh ja. Dus we zijn blijkbaar begonnen met een open ruimte of iets wat vrij was. Of, ik weet het niet precies meer. Ja. Maar dat is wel grappig, dat je dan die titel ziet en denkt, oh ja. Maar zie je nou echt hele andere, ik bedoel, wat voor zinnen? Dat is echt totaal anders dan... Ding is echt totaal anders, dat is heel raar. Even kijken hoor. Toen ik dat las, dacht ik... Een rare afslag hebben wij genomen. Dit lichaam gehuurd voor de tijd hier op aarde, maar zonder u heeft het geen waarde. Een holklinkend vat als u het niet vult. Wow. Daar moet ik even over nadenken.
Ik ook. maar dat, oh, wow. Dus er staat, ja. Dat is grappig, er staat van alles in. Ja, de functie van zo'n document is gewoon aftasten, ja. Van waar gaan we naartoe, ja. welke gedachten, welke ideeën, welke soort woorden. Ja, ook het woordenveld. Ja, ook het woord, dus alles mag. Dus je moet ook meer om verwijderen, direct dingen. Die zijn, ja. Nee, maar de regel is gewoon, je mag hier alles inschrijven en dan druk je een paar keer op enter en dan verschuift de hele tekst naar beneden. En dan nou ja. Ja, en dat vult zich aan tot 6 kantjes. Is jouw woordveld heel anders dan die van Roeland? Vanuit jezelf, als je gaat schrijven, zit hier wel dicht bij elkaar. Nee, ik denk dat Roeland van nature iets beter is met wat meer de kerktaal opnieuw een plek geven. Oh ja. Dus dat soort. En ik ben misschien meer iets van de alledaagse woorden of zo. Vermoed ik. Wat alledaagse. Oh ja. Ja. Als ik het zelf zou moeten duiden, is dat het. Ja. Is dat ook wat je bij het theater juist veel kwijt kan, die alledaagse woorden? Het is wel wat ik probeer. Ik denk dat vaak de taal die we gebruiken een enorme afstand creëert ten opzichte van mensen die helemaal niks hebben met de kerk of daar niet uitkomen. Doen we onbewust, hè? Dus helemaal niet iets wat we expres doen. Ja, als je die drempel van de kerk, dan kom je ook in een heel nieuw taalveld ja, in. Precies, ja, precies. En dat kan heel mooi zijn als je daar naar op zoek bent, maar het kan ook heel vervreemdend zijn als je dat plotseling op je bord krijgt. Ja, ja, als je als niet-christen het bloed van het lam dat ons reinigt van alle zonden is. Ja, precies. Best wel. Dat is best wel heftig, toch? Creepy, ja. 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 En we wassen ons in het bloed en wat gebeurt er allemaal? Ja. Ja, en we gaan door een poort naar binnen ergens en zo. En dan terwijl je gewoon blijft zitten allemaal. Weet je wel, wie heeft de poort gezien? Ja. Ja. Dus het is een beetje. Ja, je raakt meteen zo'n spanningsveld die we altijd hebben bij Sela. Van willen in die traditie van de kerk liederen schrijven, maar ook in het hier en nu frisse woorden vinden. Ja. Maar mooi dat jij met Roeland dan samen zo'n lied hebt geschreven. Ja, en dat vind ik dan ook echt de uitdaging. Ja. En het leuke is, bij ons werkt het goed. Je moet een soort klik hebben ook wel met elkaar, maar we gunnen elkaar ook heel veel. Dus dat is wel belangrijk. Dat je elkaars ideeën de ruimte gunt om te groeien. Ja. En ook eigen wil maken. Ruimte voor Roeland en ruimte voor Martijn. Het heet eerst ruimte voor Roeland. Ik had het voor hem geschreven. Hey, en uiteindelijk komt daar dus een tekst die je dan naar Ad stuurt, denk ik. Ja. En ik heb daar ook een. Uiteindelijk klinkt het dan zo, als Ad ermee aan de gang gaat. Oh, dit is de demo. De demo, ja. De dagen gaan haastig voorbij. Waar is er ruimte voor u? Seconden ze tellen altijd. Waar is er ruimte voor u? Wanneer staan wij nog stil? De dagen gaan haastig voorbij. Waar nou, dat, dus dan zie je ook nog dat er bepaalde teksten. Ja, seconden ze tellen altijd. Ja, dat is wel een mooie zin. Ja, dat vind ik ook, maar niet te zingen. seconden ze tellen altijd. En het leidt af. Dus je moet zoeken naar de balans tussen wat is verdiepend en nieuw. En waarvan denk je, oh, dit voedt me op een nieuwe manier. En wat zijn zinnen waar je als je naar die beamer staat te staren van denkt. Wat zeggen ze eigenlijk? Ja. En, en dan ben je al aan het zingen bij regel 6. Een beetje gedachten nog bij regel 2. Ja, dat moet je niet hebben. Nee, dat is ook. Maar ik vind dus dat elke seconde telt. En dat seconden altijd doortellen. In de zin, seconden ze tellen altijd. Vind ik mooi gevonden. Uiteindelijk is dat dus een darling die je kilt. Ja. Die je uit het liedje. En u roept ons, maar wie heeft de tijd, is ook wel heel mooi. Want het is meer dat samen, zeg maar. En dan samen naar God. Ja. Ja, Ad was er heel blij mee. Met zijn demo. Ja, dit zei hij dan over. Oh, ja. Ja, de melodie van Ruimte voor U was er opeens. En soms gebeurt het bij een lied dat het eindeloos duurt voordat de melodie er is. En dat er dan feedback komt en helemaal op zijn kop moet. En soms is het er in één keer. En dat was bij Ruimte voor U. En ik weet nog dat we een schrijfdag hadden. Dat tekstschrijvers er waren, de band was daar. En iedereen ging in tweetallen, drietallen aan de gang. En ik zat even alleen achter de piano. En ik heb daar een eerste aanzet geschreven voor God is overal. En uiteindelijk ook de melodie van Ruimte voor U. De tekst, er was al een tekst. En ik ging dat spelen en de melodie ontstond. En ik vond het prachtig gelijk. Het is ook fijn als ik het zelf speel dat ik denk, oh, ik vind het mooi. Dat is lang niet altijd als ik iets aan het componeren ben. En ik weet nog dat ik diezelfde avond overnachtte ik ergens anders, niet thuis. En toen heb ik dat opnametje van mezelf heb ik eindeloos geluisterd. En voor mij is dat altijd wel een signaal dat ik echt blij ben ergens mee. Oh, yeah. Als ik zelf iets gemaakt heb en ik blijf het dan luisteren, dan
ja, dan is het blijkbaar goed voor mij in ieder geval. Dus Ruimte voor U, die melodie, die was er zo. En er zijn een paar hoor, waar ik me van kan herinneren. Bijvoorbeeld Foto Mijn Goed is ook zo'n lied waar de melodie er in één keer was. En ook niet meer veranderd is. Ja, vind ik gaaf. Vind ik leuk. Ja, vindt hij gaaf. Nou ja, soms heb je dat met een lied. Ja. Herken je dit? Dat je met sommige liederen meteen denkt, oh, dit is wel echt, hier heb ik wel iets. Ja, ik herken het wel, maar het zijn wel de krent uit de pap. Het zijn de zeldzaamheden. Welk lied is dat voor jou dan? Oh, wat er direct was? Wel een paar liedjes van mezelf. Ik had op een gegeven moment, ging ik zitten voor Kerstnacht boven Bethlehem. Van jullie. Oh ja, ja. En dat, er waren twee losse versies. En ik ging achter de piano zitten en in mijn hoofd schoven die zo in elkaar. En dat ging ik spelen. Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het. Oh, gaaf. Ja. Het is heel, maar dat is meer uitzondering. Ja, een soort puzzelstukjes die in één keer in elkaar vallen. Want jij schrijft af en toe ook. Ja, ik probeer wat, ja. Heb jij wel zo'n ervaring gehad? Ja. Ja. Maar dan is het alsnog spannend om te delen. Want wat ik goed genoeg vind, of wat ik mooi vind, ja, dat is natuurlijk ook vaak heel persoonlijk. Ja, ben je dan bang dat het gewoon wordt neergesabeld in de eerste sessie? Nee, niet binnen Sela. Nee, zeker niet. Nee, maar het is toch wel spannend om met iets wat je zelf hebt gecreëerd, zeg maar, om daar mee naar buiten te komen. Ja, maar ja, dat daar ben jij gewend. En Peter, jij ook, oeps. Ja. Al veel meer. Het is altijd mega kwetsbaar. Ja, toch? Ja. Het is toch iets van jezelf. Ja. Wat je... Ja. Aan de andere kant moeten we er ook niet eens passies over nee, doen. Zeker niet. Nee, het nee. Nee, in ieder geval niet gaan vermijden. En dan gewoon, dit is wat het is. Klaar. Ja. En het ook niet groter maken dan het is. Het is een liedje. Je bedoelt, als iemand het lelijk vindt, dan ben je niet persoonlijk afgewezen. Nee, het is een liedje. Ja, en dat is iets wat je moet leren als de liedschrijver, toch? Je probeert het heel dichtbij te houden en te schrijven vanuit je hart en er allemaal eigen dingen in te leggen. En dan als iemand zegt, ja, ik vind het gewoon niet zo'n goed liedje. Ja. Ja, au. Heb je dat nooit moeten leren? Dat heb ik wel geleerd. Maar misschien dat ik het daarom nu ook wel hard zeg. Omdat ik denk die overgevoeligheid zorgt er ook wel vaak voor dat liedjes niet kunnen worden wat ze kunnen zijn. Omdat je dan te krampachtig durft. Nee, omdat je niet durft te delen. Of omdat je zegt, ja, het is zo van mij. Ja, dit moet ik echt, weet je wel. En dan, terwijl de rest, het is vrijwel nooit persoonlijk dat iemand dat zegt. Dus als je, we hebben weer ruimte. Als je de ruimte geeft om anderen daarna te laten kijken, wordt het vaak echt beter. Ja, mee eens. Het kan wel een belemmering zijn om echt eerlijk te zijn naar elkaar. Als het allemaal vanuit een soort... Je moet er niet bang zijn om elkaar gewoon de waarheid te durven zeggen als het gaat om liedjes schrijven. Ik heb in mijn schrijfkamer een plaatje op mijn whiteboard geplakt. En er zit een vrouw op een kruk met een gitaar. En er zitten een paar mensen in het publiek. En dat is getekend. En die zegt dan door de microfoon, my songs are like my children. En dan roept er iemand uit het publiek, your children suck. dat heb ik er, daar kijk ik altijd even naar als ik schrijf. Zo van, je kunt het ook te maken voor jezelf. Ja. Ja, of het kan ook, maar dat is dan een andere dynamiek. Ja, we moeten eigenlijk op de koffie, maar goed. Zijn toch waar iedereen voor luistert. Nog even geduld, dames en heren. Soms gaat het ook met een soort geestelijke taal. Ja. Van, ja, maar zo heeft de Heilige Geest geïnspireerd. En dan denk je, maar ik vind het eigenlijk gewoon niet zo'n goed liedje. Nee, dan, met dat soort schrijfsessies stop ik altijd gewoon. Dan raak je al af. Ja, wat moet je dan zeggen? Ja. Nou, ja, oké. Okay. Dat is toch einde gesprek dan? Ja, nou ja, en hoe kun je dan toch iemand daarin respecteren? Oh, die heeft echt het idee van, dit is dus geïnspireerd. En misschien is dat ook wel zo. Of is het, dan kun je niks meer over... Nee, het enige wat je er tegenover kan stellen is, ja, maar de geest heeft mij geïnspireerd om het te wijzigen. En dan sta je pad. Dan krijg je een soort... Ja. Een soort padstelling, Nee, als er iets is wat de geest geeft, is het volgens mij ruimte. en daar gaat het liedje over. Maar niet per se drie dichtgetimmerde zinnen. Ja. Is mijn idee. Ja, nou ja, het is wel boeiend. Dus je zegt, de geest inspireert. De geest kan wel echt teksten inspireren. Ja, tuurlijk. Ja. En tegelijkertijd is er ruimte om daar met elkaar over te praten. En daarover van gedachten te wisselen. Je kijkt moeilijk. Vind jij dat anders? Ik zit erover na te denken. Ik denk dat God wil dat we samen werken. En samen iets van God laten zien. Dus ik neig ernaar om dan te denken...
Volgens mij is het best gevaarlijk om te zeggen, dit is wat de geest heeft geïnspireerd, dus moet het zo blijven. Oh ja. Het kan ook een begin zijn voor iets wat je vervolgens samen verder ontwikkelt. Precies. Dus ik zou denken, inderdaad. Oh ja, dus je zegt, ja. Het is niet als je zegt, dit heeft geest geïnspireerd, want de geest geeft alleen maar dingen die af zijn. Nee, nee, toch? Nee, en de geest is ook geen excuus voor luiheid, hè? Nee. Nee. Nee, en daarbij, dat vind ik een mooie. Dus het mag ook op het tegeltje, die ga ik dan in mijn... De geest is geen excuus voor luiheid. En daarbij, het is ook de geest die ons helpt om daar ook niet onze identiteit aan te verlenen. Dus het is de geest die liefde, geduld, vriendelijkheid, al die vormende dingen wil geven. Waardoor we misschien wat minder onze rust proberen te halen uit een goed liedje schrijven. Ja, of onze identiteit daarin proberen te vinden. Ja, dus dat is diezelfde geest. Die ons relaxedheid ook geeft om met kritiek om te kunnen gaan. Ja, en het is diezelfde feedback. Ja, sorry. Oh nee, geen kritiek. Positieve kritiek. Okay. Dat is de juf in mij. Hey, we gaan straks weer verder praten. Want het lijkt me wel leuk om nog iets dieper in te gaan op die tekst van Ruimte voor U. Maar we gaan eerst... Ja, daar komt hij, dames en heren. Bij iemand op de koffie. Op de koffie. Op de koffie. Verhalen om te delen. Vandaag met... Maarten van Gessel. Zo, op de koffie bij mij thuis, Maarten. Super bedankt dat je hierheen kon komen en dat we kunnen gaan kletsen over muziek van Sela en hoe dat in jouw leven, in wat je doet, een plek heeft gekregen op een bepaalde manier. Maar eerst, kan je even vertellen wie je bent en wat je doet? Heel goed. Ik ben Maarten van Gessel. Ik kom uit Eindhoven, geboren en getogen. En ik ben... Ik werk bij ASML, een van de grootste technische bedrijven hier in de regio. En daarnaast ben ik ook voorganger van De Brug. Een vrij jonge gemeente die we een jaar of 6-7 geleden gestart zijn in Eindhoven. Met als doel echt om ook niet-kerkelijke mensen te bereiken. Ja, we wonen bij elkaar in de buurt. Hè? En ik ga met mijn kinderen naar een speeltuintje hier in de buurt. En daar wonen jullie eigenlijk tegenaan. Precies. Nou, je hebt het afgelopen jaar veel thuis gewerkt. Ik heb jou en je vrouw vaak daar even buiten gezien. En laatst vertelde je dat je aan de hand van een lied van ons een preek was gaan maken of hebt uitgewerkt. Maar misschien eerst nog even terug naar de vraag. Wat was voor jou het eerste moment waarop je kennis maakte met Sela? Ja, dat is een hele goeie. Ik ben niet christelijk opgevoed. Of niet kerkelijk moet ik zeggen. Dus ik ben helemaal niet bekend met kerkelijk Nederland. Maar mijn bandleider bij De Brug... die super enthousiast fan van Sela. En iedere zondag zit er, ik heb even teruggekeken, gemiddeld toch wel een lied. Misschien 0,9 gemiddeld, maar een lied van Sela. Iedere zondag een lied. Dat wist ik helemaal niet. Alleen, we maken altijd zo'n programmaatje en er staat erbij van waar het lied komt. En of het een opwekkingsnummer of een ander nummer. Dus Sela kwam op een gegeven moment wel heel vaak voorbij. Voor mij het moment dat ik Sela heb ontdekt, zeg maar, weet ik nog heel goed. Dat is die uitzending van Nederland Zingt. Van een aantal jaar geleden, rondom de tijd dat Kinga overleden is. Mm. En ik wist het verdriet dat er moest zijn. Mm. En jullie zingen dan over Ik zal er zijn. Maar dat is dan niet een theoretisch nummer meer. Mm. En je ziet dan ook je collega Frans, hè, die zie je dan even, die komt gewoon niet uit zijn muziek op dat moment. Mm. En jij raakt dan zijn schouder aan. En dan denk ik, wauw, dat raakt dat moment. Denk, wauw, dit is echt. Dit is niet... Een liedje zingen van, oh, God is geweldig. Mm-hmm. Nee, wij hebben pijn. Mm. En God is geweldig. En die combinatie, en die eerlijkheid ook. Mm. Ja, ik vind dat daar raakt. Mm. Ik heb dat lied ook gebruikt. Ik heb afgelopen jaar door het boek Daniel heen gepreekt. In de momenten dat we fysiek bij elkaar konden zijn. Mm-hmm. En dan is dat lied is eigenlijk... Het is eigenlijk een toespraak. Ik heb al 3 punten in mijn preek. Je denkt, ja, je begint met waar ik ben bent u, wat de kostbaarheid, God is er. Mm-hmm. In tijden van vreugde, maar ook in verdriet. Mm-hmm. Hè? En dan het evangelie, de toekomst is zeker eindeloos goed. En zelfs als ik moet sterven, hè, dan ontmoet ik u. En dan denk je, hey, dat is in een hele paar zinnen. Yeah. En dan is meteen de kapstok voor een preek. Ja, ja, ja. Ja, precies. En dan kan je nou weer terugbrengen als je het over Daniel hebt. Van Daniel zit helemaal in Babylon, maar God is erbij. In tijden van vreugde, maar hij heeft zeker ook hele lastige tijden gehad. Ja. En uiteindelijk mag hij niet terug naar Israël, maar de toekomst is zeker eindeloos goed. Ik denk, ja. Dat, ja. En mensen onthouden het dan, denk ik ook. Ze zien het lied, ze zien. Ze kunnen op YouTube naar het filmpje kijken. En dan blijft zo'n preek, denk ik, ook beter hangen, omdat je die kapstok hebt.
Ja, nou, super tof dat, dat jullie in de gemeente die muziek goed kunnen gebruiken. En dat je dus zelfs soms voor een preek een lied ook kan gebruiken. Precies. En ja, dat het maar tot zegen is voor heel veel mensen. Ja, en ik vind het zo mooi ook dat jullie die... Want jullie stellen het ook zo mooi ter beschikking. Hè? Je krijgt een bladmuziek, kan ik downloaden. Ik vind het echt, vind ik ook heel bijzonder. Dat ik daar niet meteen €10 voor hoef af te tikken of weet ik wat. Ja. Niet dat ik dat niet zou doen hoor. Maar ik vind dat, dat zegt iets over vrijgevigheid. Het zegt iets over... Ook weer over karakter van God. Maar dus ook over, over wie jullie willen zijn. Dat vind ik heel mooi. Nou, tof. Bedankt. Bedankt Maarten. Sowieso bedankt voor het gesprek. Bedankt voor je openheid hierin. En ja, dat je dit met ons wilde delen. Super. Op de koffie. Op de koffie. Verhalen om te delen. Ja, we zijn weer terug in het kerkje van Welsum. En we praten vandaag over het lied Ruimte voor U. Nou ja, we pakken het lied en we zien wel even waar het gesprek heen gaat. We hebben al wat mooie dingen, zijn er al voorbij gekomen. Maar ik dacht wel, het is mooi om nog de tekst nog te bespreken. We zitten hier immers met een tekstschrijver. Het lijkt me leuk om eens te kijken van wat gebeurt daar nou allemaal in de tekst. Ik kan me voorstellen als je het lied luistert, dat je niet alles oppikt wat er toch in zit. Dus, dat zou zomaar kunnen. Leuk om daar eens naar te gaan kijken. De tekst, de dagen gaan haastig voorbij. Waar is er ruimte voor u? U roept ons, maar wie heeft er tijd? Waar is er ruimte voor u? Wanneer staan wij nog stil, stil bij uw stem? De dagen gaan haastig voorbij. Waar is er ruimte voor u? Eerste couplet. Het start met vragen. Het is niet eens zozeer met een stelling. Nee. Het is allemaal heel open. Waar is er ruimte? Wie heeft er tijd? Wanneer staan wij nog stil? Het is allemaal in de vraagvorm. Dat viel me in instantie even op. En dan, wat me opviel als je dan doorgaat naar het tweede couplet, is dat het, waar de eerste couplet echt vragen zijn, wordt het tweede ook wel een vraag, maar veel meer in de vorm van een soort gebed of een verzoek. Heer, leer ons uw tempel te zijn. Maak ons een ruimte voor u. Heer, breng ons tot rust in de tijd. Maak ons een ruimte voor u. Wanneer staan wij nog stil? Stil bij uw stem. Dat is ook weer van het eerste couplet, hè? Dat is hetzelfde. Heer, leer ons uw tempel te zijn. Maak ons een ruimte voor u. Dat is wat ik zag. Van, hey, eerst maar eens gewoon de vraag. Ja. En de tweede is bijna een soort van... Daar zit ook een soort antwoord in. Ja. In dat gebed. Ja. Klopt. Herken je dit? Ja, en ik weet dat het liedje had eerst geen tweede couplet. Dus oh ja. wij hadden een eerste couplet en een stukje daarna u sprak en u maakte en zag het was goed. Komen we zo denk ik wel bij ja, die nog. Bridge, ja. Of ja, bridge, dat is toch gewoon het tweede stuk. Ja. Beetje. Ja, ik weet niet precies wat het ja, is. Ja, hoe noem je dat? Een beetje. Een beetje. Een beetje. Een aatje en een beetje. Ja, en we hadden eerst één aatje en één beetje. Ja. En toen hadden jullie het doorgespeeld en toen kregen we te horen van oké, twee vragen eigenlijk, waar gaat het over? En het is heel kort. Van wat bedoelen ja, jullie? Ja, ja, echt. Ja? En toen moesten we dus verder, Roland en ik, met oké. Wij snapten het, ja, maar zij blijkbaar niet. Wij waren er heel blij mee. Maar, op jullie niveau van abstractie en filosofisch denken. Maar voor ons... Nee, helemaal niet. Maar uiteindelijk moet een lied natuurlijk wel... Als je zegt, met Sela proberen we liederen te schrijven... voor nieuwe liederen voor de kerk van nu... Dan wil je ook dat, als je zo'n lied in de liturgie doet... dat het meer is dan alleen maar een soort filosofisch... Abstracte precies. Dachten. Dat je er ook iets mee kunt. Dat die ook dichtbij komt. Dat ja. Is het, hè? Ja. En die... technisch gezien, je hebt dan... De dagen gaan haastig voorbij, waar is er ruimte voor u... dat heb je in de tweede couplet, maak je daarvan, maak ons een ruimte voor u. Ja, daar wordt het meer een gebed. En we hebben het beeld van de tempel gebruikt. Dat was natuurlijk in het Oude Testament, was dat de ruimte voor God. God vulde die ruimte met zijn aanwezigheid, lees je een aantal keer in het Oude Testament. Dus we dachten, we pakken een herkenbaar Bijbels beeld, waar God ruimte inneemt, in die tijd. Ja, dus je ziet het tempel als beeld van daar is God. Ja, God vulde de tempel, zat er een paar keer. Dus hij neemt zijn ruimte in. Ja, in het Oude Testament, echt de plek waar hemel en aarde elkaar raakten, was de tempel. Ja. En dus daar gebeurde het, daar werd de offerdienst gedaan, daar was God, de aanwezigheid. Ja. Was echt de tempel. Maar je zegt, dan worden wij dus een tempel. Of dat is je gebed. Leer ons uw tempel te zijn. Ja, want Paulus heeft het erover dat wij tempels zijn. Dus er zitten allemaal lijntjes doorheen natuurlijk, maar dan zit je volgens mij in een veel herkenbaarder beeld voor de mensen met wie je het lied samen zou willen zingen bij een concert of zo. Ja. Dus we proberen daar iets van herkenbaarheid en ook wel wat meer concrete beelden
te gebruiken. Ja, ja. En dan zie je dat regel 2 en 4 en 8, dat is in het eerste couplet, elke keer waar is er ruimte voor u. Elke keer hetzelfde. En dat gebruik je dus ook in couplet 2. Dus dat is een soort van je, die structuur laat je weer terugkomen. Maak onze ruimte voor u, regel 4. Maak onze ruimte voor u, regel 8. Ja. Nou ja, dat is voor jou een soort gesneden koek, denk ik. Maar, ja. Maar dat is voor iemand die nooit met liedjes schrijven bezig is. Je hebt een soort kapstok gemaakt in het couplet. En die structuur heb je dus weer terug. Dus dat die elke keer de herhaling, dat is dan ook elke keer weer dezelfde vraag. Ja, en het dwingt je ook als je zingt. Dat komt steeds terug. Dat ruimte voor u zit eigenlijk in al die zinnen. Ja. Dus onbewust ga je daar naartoe in je hoofd, denk ik ook. Dus je helpt degene die zingt, of je het nou voorzingt, of als zaal, als groep, help je ook wel van, oh ja, het gaat om ruimte voor u, ruimte voor God. Het is bijna, ik weet niet of mantra een goed woord is, meditatief. Maar, ja. Ja, maar dat dan gecombineerd met wel een soort verhaaltje. Want doordat er wel dingen veranderen in de tekst, zit daar ook een soort opbouw in. Ja. Dus het zit een soort combinatie. Je neemt mensen mee. Nu kan je mensen meenemen, omdat je begint bij de vraag, waar is er ruimte voor u? Precies. Ja, en dat wordt dan uiteindelijk een soort verlangen in het tweede aardje. Ja. Van nou, leer ons uw tempel te zijn. Ja. En maak ons een ruimte voor u. En er zit een soort conclusie in het beetje. En dat was Roelands idee, dat vond ik heel erg mooi. We zaten al een beetje door het filosoferen, derde kop koffie ongeveer. En toen kwam hij met het scheppingsverhaal op de proppen. Ja, ik zal het even laten horen. Ruimte voor u. Komt het beetje. Alles is ruimte voor u, de zee en het land, ons hart, ons verstand. Alles is ruimte voor u, zo zijn wij ruimte voor u. Dan het outro. Ja. Ja, dat, ik vond dat zelf een hele mooie ingreep. Want hij lijkt best wel, het gaat over ruimte voor u. En dan gaat het dan één keer over de schepping. Ja. Waar is die link voor jou? Ja, dat was Roelands idee. En dat vond ik echt, ja, dat is fantastisch. Hij heeft dan zo'n idee en in het begin denk je, oké. En hij ging ook volgens mij lezen uit Genesis. En dan ga je een beetje aan. En het idee dat de ruimte die er voor God is, dat hij die zelf heeft gemaakt. Dat is fascinerend. Ja. En je kunt zeggen, ja, hij schiep verschillende dingen. Een beest en een mens en een plant en zo. En dan, of hoe je daar dan ook naar kijkt. Maar in ieder geval, 200 miljard sterren. Ja, weet je, hij deed het ontstaan. En dan, nou, dan was het er gewoon. Of zo, en dan loopt er een giraf. Maar je kunt, als je ernaar gaat kijken, dat het allemaal ruimte is voor God. En dat je hem dus ook in dat alles kunt zien. Hmm. Ja, dan wordt het iets. Als je de hele schepping ziet als een soort doek waarin wat God beschilderd heeft en waarin hij nog steeds bijwerkt en kleurtjes toevoegt en zo. En waarin je hem kunt zien. Ja. Ja, dat vind ik een fascinerende gedachte. Er zijn ook uitleggingen van Genesis 1 die dat ook zien als een soort tempel. Waar dat God voor zichzelf inderdaad een soort tempel maakt. Er zijn wel parallellen tussen te leggen. En dat God dus inderdaad een soort plek maakt van hier wil ik wonen met de mens, samen wandelen door de tuin. En dit is de plek waarin ik mezelf bekend maak. Ja, het beeld is prachtig. Toch? Ja, maar die lijn er, ik vind het mooi om even te maken van, dan gaan we dus naar de tempel, eerst de tabernakel in de woestijn, waar God het en volk elkaar ontmoet. Dan uiteindelijk in de grove lijnen krijgt hij de tempel. Maar dan het Nieuwe Testament, dat Jezus zegt, breek deze tempel af in 3 dagen en ik zal hem weer doen oprichten. En ik zal hem weer herbouwen. Dat Jezus zegt, ik ben nu, weet je, hier bij mij vinden hemel en aarde nu elkaar. Dus het goddelijke en het menselijke is nu bij Jezus. Het gesprekje met die vrouw bij de put, dat zegt, moeten we daar aan bidden of daar aan bidden? Dat Jezus zegt, ja, er komt een tijd, jongens, dan maakt het allemaal niet meer uit. Van dan gaat het over, die plek waar God en mens elkaar ontmoet, is nu via mij. Dus dat Jezus zeg maar de nieuwe tempel wordt en wij het lichaam van Christus worden. Even nog weer een stapje verder. Dat Paulus zegt, wij zijn nu het lichaam van Christus en samen zijn we bouwstenen voor de tempel. Dat God door Jezus heen, zijn lichaam hier op aarde, door dat wij inderdaad die tempel worden.
Nou, ik zal even met grote stappen door die Bijbel, maar het hele idee van tempel en schepping en dat God een scheppende God is. Ja. Ja, ik vond dat wel. Dat fietste Roland er zo even in. Hop, had ziek idee. Maar ik ben wel benieuwd, want dat liedje, dat komt steeds terug en je hebt dat Ruimte voor U en Frans zingt het. Ja. Altijd. Dus jij luistert altijd. Ja. Klopt. Hoe is dat voor jou? Doet zo'n lied dan iets met je of ben je vooral bezig met, het volgende liedje op de setlist is dat? En... Nee, ligt er een beetje aan welk liedje daarna komt. En of ik die spannend vind of niet om te zingen. Ja. Ben je al bezig met het volgende liedje? Ja, nee, maar dit is wel vaak zo'n moment van rust en inderdaad luisteren. En ik blijf dit lied heel mooi vinden en ook heel erg gelaagd. Dus er is elke keer weer iets anders waar ik over na kan denken. En ik ben er nog niet uit. Mooi eigenlijk. Ja. Ja. Je bent er nog niet uit, wat bedoel je dan? Hoe werkt dat dan voor mij, zeg maar? Hoe kan ik dan in mijn leven de ruimte creëren voor God? Of hoef ik die eigenlijk niet te creëren, want is die er al? En hoe moet ik die dan innemen? Of moet ik dan... allemaal vragen die daarbij gesteld kunnen worden. Nou, dan is het in die zin wel interessant dat we in dat lied zingen van God sprak en maakte. Ja. Je zegt, hoe kan ik ruimte creëren? Ja. Net eigenlijk al gezegd, maar God is degene die ook maakt en creëert. Dat klopt. Ligt eigenlijk de focus net even anders. Klopt, alleen je hebt natuurlijk zelf ook... je mag zelf kiezen wat je op een gegeven moment je tijd gaat doen. En daarin in dat keuze maken. En waar kies je voor, waar kies je niet voor. Dat vind ik een hele ingewikkelde. Als het gaat om ruimte voor God. Zijn er dan concreet dingen waar je dan voor kiest? Dat je zegt, dit is dan voor mij ruimte maken voor God? Ik neig ernaar om te denken, als ik in de stilte ben, zonder kinderen, zonder man, in mijn eentje, dan is dat tijd die ik apart kan zetten voor God. En dat doe ik ook heel graag. Maar ik denk dat dat ook een beetje te makkelijk gedacht is. En dat het bijna verleidelijk is om dat te denken. Want dan haal je God ook een soort van uit de situatie waar je eigenlijk normaal gesproken in zit. In je dagelijks leven. Ja. Ja. Dus, ja. Ja, want wat doe je dan als je dan zo in die stilte zit? Wat is dan jouw... Je hebt wel gezegd, daar zet ik muziek op. Ja, ik hou heel erg van bijbellezen. Dat is wel in de jaren gegroeid. Want dat vond ik eerst best wel moeilijk. Moest ik echt heel gedisciplineerd mee aan de slag. En nu is dat meer een onderdeel van wat ik gewoon graag wil. Hmm. Kost me nog steeds ook wel wat hoor. Om dat te doen. Maar praten met God. Ja, gewoon hart uitstorten bij God. Dat is wel wat ik... Ja. Alleen, ik denk dus dat... Dat het voor mij de uitdaging is om te accepteren en te aanvaarden dat God net zo goed in de chaotische situatie met de kinderen is, die weet ik veel, een glas melk omgooien. En daar is God ook. En dat is voor mij meer de uitdaging om dat te beseffen en om daarin ook God te zoeken. Dat het dan heel snel kan voelen, stille tijd is dan ruimte voor God. Of wat jij zei, op zondag hebben we ruimte voor God. Ja. Maar wacht even, als ik met mijn kinderen aan tafel zit en ze gooien. Ja, het is net zo goed. Net zo goed ruimte voor God. Maar dat is wel. Het is wel een ander perspectief. Ja. Dus blijkbaar hebben we wel een soort lat van... nee, maar als het ruimte is voor God... dat moet wel voldoen aan... Ja, bepaalde... Dat het stil is en dat ik rust heb. Ja. Of dat ik... Ja, en nog even een stapje verder, want we hebben het nu over situaties... die wel of niet... waar je ruimte vindt voor God. Dus in de stilte of met de kinderen aan tafel. Maar je kinderen zijn zelf ruimte voor God. Ja. Ja, dat is ook nog een boeiende. Ja, te gek. Ja. Dus daar zit hij bij mij nog. En wij ook. En niet een belemmering voor ruimte voor God, maar het is in zichzelf ruimte. Het is er al. Ja. De wereld is al van Christus en alles wat erin is. En wat voor verschil maakt dat dan? Nou, dat geeft mij dus ontspanning steeds meer. En ik herken wel je strijd door dat je denkt, is dat ontspanning of is dat gewoon, het komt me heel goed uit. Want dan hoef ik minder te doen. Dus dat herken ik wat je zegt. Maar volgens mij is waar Paulus van uitging, is dat de wereld is al van Christus. Het enige wat we moeten... Wat we moeten doen is dat uitleven. Hm. En in allerlei situaties kun je dan de ruimte voor God steeds meer herkennen, denk ik. En leer je misschien is het wel meer leren niet in de weg te staan, dan leren het te vangen. En dan denk jij concreet aan je kinderen. Hoe sta jij dat in de weg dan? Door dan misschien wat te hard te gaan proberen iets te overgeestelijken of er een heel mooi moment van te maken en het daardoor totaal plat te slaan. Weet je wel, dat soort dingen. Ik hou van kunst in de breedte van het woord. Ik hou van mooie dingen. Ik geloof dat schoonheid een van de tempels is waar God in woont. En stel dat we met de kinderen kijken naar een mooie schilderij of zo. Hè? En ze hebben bijvoorbeeld het thema kunst op school, mijn kids. En dan komen ze thuis met een schilderij. Of met het melkmeisje van Vermeer hadden ze het over gehad. En dan kan je proberen daar een soort van draai aan te geven. Dat maar dat heeft God ook mooi gemaakt. Dat, je kunt het ook laten bestaan. Ja. Dat is echt mooi. Ja, dat is echt mooi.
En daarmee is het niet minder van God. Nee. Dan. Misschien zelfs wel meer. Want ik ben eruit. Oh ja, ja. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja, en als we te veel gaan benoemen, dan wordt het juist minder van God. Dat is eigenlijk wat je... Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat zou kunnen. Ik ben ook een beetje, net als jou, ik ben ook aan het zoeken. Ja, ik vind dat fascinerend. Want die behoefte, die kunnen we als mensen wel snel hebben. Dat we snel helder willen hebben. Dit is echt van God. Ja. Dit is niet van God. Dit heeft, met het liedje schrijven ook. Dit is echt door de geest geïnspireerd. Precies. Dan zitten we toch dat heel snel een soort van te benoemen kaders te geven. Waardoor het misschien juist een beetje plat slaat. Ja, maar misschien herkennen jullie het wel. Jullie toeren en dan heb je avonden dat je het podium afstapt, elkaar aankijkt en denkt... Hier gebeurde echt iets. Dit was echt een soort van wow. Weet je nog, vierde liedje, tweede helft, bam. Ik weet niet wat er was, maar er was iets. En dat kan heel goed, hè, dat het zo is. En er zijn avonden dat je van het podium gaat en je elkaar aankijkt en denkt... Poh, was hard werken vanavond, toch? Ja, ik bedoel, tuurlijk, ja. Maar wat wil je daarmee zeggen dan? Misschien is in allebei is de ruimte voor God. Nou ja, soms heb je er zelf totaal geen gevoel bij... en hoor je achteraf van anderen dat ze het helemaal te gek vonden. Dat, ja, en woont hij in de liedjes... en in dat jullie gewoon je uiterste best hebben gedaan... het zo mooi mogelijk te zingen. Ja. Of misschien heeft iemand wel... vond hij de liedjes helemaal niks aan... maar heeft hij gewoon een half uur naar glas en loodraam staan kijken linksboven. Vond hij het ook mooi. Ja, maar dat kan, hè. En was de muziek een prachtige soundtrack bij het glas en loodraam. En heeft hij daarin iets van God ontdekt. Ja. En dat is ook mooi. Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, moet dat wat meer loslaten om daar duidelijke grenzen aan te geven. Maar dat is al als we. Ja of niet? Ja, maar ik snap ook dat het spannend is hoor. Ik hou daar wel van die spanning. Want die zit ook al in dat we zeggen: dit is christelijke muziek en dit is niet christelijke muziek. Ja, daar moeten we ook echt mee stoppen, toch? Ja, maar zo'n duidelijk. Ik heb het idee dat in Nederland. Jij met die podcast Holy Hits heb je het ook allemaal over dit soort dingen, dit soort onderwerpen. Maar van. Eigenlijk is dat al. Nee, maar dit is muziek waar God echt doorheen kan werken en dat niet. Ja, dat is een soort rare gebied. Ja, en ook een vorm van chronische godsonderschatting, toch? Ja, alsof hij niet in staat zou zijn om door andere dingen heen te werken. Ja, en bijna een soort overschatting van wat we zelf dan aan het doen zijn. Ja, alsof God. Nou ja. Ja. Alsof de schoonheid zit in alles wat we christelijk noemen. Ja. Daar zit ook een hoop. Ik ga regelmatig naar theater, naar mooie voorstellingen van mensen die zich geen christen noemen of helemaal niet daarmee bezig zijn. En dan kan iets me op een zijnsniveau raken. Heel diep binnenkomen. En dat ervaar ik als iets wat veel groter is dan ik ben. Dat ervaar ik als iets goddelijks. Als iets wat mij ver overstijgt. Ja, in die zin moeten we dat... Is maar fijn dat de geest zich niet houdt aan onze kadertjes van... Dit is waar God doorheen werkt. En dat niet. En kunnen we soms verrast worden doordat er één keer geraakt worden... door iets waarvan we dachten... Hè? Toch En is dat niet alleen ruimte aan God geven, maar ook ruimte aan elkaar geven daarin. Je moet elkaar de reis gunnen door je eigen geloofsleven. En als jij zegt, hey, ik ben nu hier en ik zit te zoeken van hoe geef ik ruimte voor God in de stilte, maar ook met de kinderen die glazen melk en zo omgooien. En jij leest boeken en met allerlei ideeën bezig en denkt, oh, maar ik heb nu dit en ik vind over een half jaar misschien toch dat. Ja. En ik heb ook dat soort dingen. Gaan we elkaar neersabelen omdat je volgens de ander op dat moment niet het gewenste antwoord of standpunt hebt? Of gaan we niet alleen ruimte voor u zingen? Of willen we zelf ook de ruimte voor de ander zijn? En zeggen, hey, maar jij bent de reis aan het gaan en ik wil je de reis gunnen en je de ruimte geven daarvoor. Ja, dus ruimte voor God wil zeggen, dat geeft ook ons ruimte om elkaar te zijn. En om elkaar ruimte te geven. Dat hoop ik wel. Ja. Dat zou ik wel. Ja, dat zou ik wel echt heel, heel tof vinden. En dat God soms schept op een manier die we niet altijd verwachten. Hij is nog steeds die schepper die nieuwe dingen doet. Soms op een manier die we niet allemaal van tevoren hadden gedacht. Of binnen de kaders die we aan hem geven. Dat denk ik. Die wij aan hem geven. Ja, ja. Dat is een gekke omgekeerde gedachte. En misschien helpt het je, dat hoop ik heel erg. Dat zo'n lied ook jou helpt als je aan tafel zit met de kids. En ineens denkt, er is een soort gaaf. Nou ja, we kennen het wel allemaal, jonge kinderen. Ja. Totaal, welke bom is hier ontploft, weet je wel? En het is echt lastig hoor, dat lukt mij ook bijna nooit. Maar dat je soms even terug kan gaan en kan denken... Oh, maar we zijn hier met elkaar. En we zijn met elkaar ook een ruimte waar God is en dingen van zichzelf laat zien. Ja. Dat is toch. Maar dat is wel een andere bril om te kijken. Van wat kan ik hier in deze ruimte dan van God zien? Dat is al meer vanuit die vraag weer gedacht van... Oké, ik vind het super irritant en er is heel veel lawaai. Ja, maar wat is er wel van God hier? Ja. Uit die bril te gaan kijken naar de situatie.
Hey, mooi. We kunnen hier nog een uur over praten. We gaan eerst even over muziek praten. Het muzikale onderrondje. Tips en trucs voor muzikanten. Hallo, James hier met een muzikale onderrondje voor vandaag. Ja, je bent in de kerk met de kerkband. Je gaat de dienst voorbereiden. Je bent lekker aan het repeteren. Je speelt een lied en na vier maten is het een soort moment waar je veel kan doen. En de bassist wil een veel spelen. En de drummer speelt een veel. En de gitarist speelt een veel. En de toetsenist wil ook laten zien wat hij of zij kan doen. En opeens klinkt het heel onrustig. Ja, dat is wat gebeurt. In die momenten kies iemand, één iemand, om een veel te spelen. Geef iedereen een kans in de dienst, maar laat één is genoeg. Hè? En als je denkt aan wat je gaat spelen voor je veel, doe niet de allermoeilijkste die je kan verzinnen, maar speel iets dat je kan spelen. Want in de dienst gaat alles mis soms. Zo zorg dat je iets kan doen waar je op je gemak bent. En ik wens je veel succes. Het muzikale onderrondje. Tips en trucs voor muzikanten. Ja, dat was even een muzikale tip. En altijd handig. Altijd handig. We gaan nog even door naar het allerlaatste item van deze aflevering. En dat is dat we even lopen naar... De brievenbus. De brievenbus. Ik heb hier een berichtje van Jo-Janneke. En die zegt... Dag lieve mensen van Sela. Ik zou graag via deze weg een vraag willen stellen voor in de podcast. Mijn vraag is het volgende. Hoe gaat bij jullie het proces van een lied afmaken? Daarmee bedoel ik het in elkaar zetten van ieders partij binnen een lied, waardoor het een mooi geheel wordt. Doen jullie dat met elkaar? Door met elkaar te proberen of te improviseren, schrijven in soort jam sessies? Of zit daar een bepaald iemand achter die bepaalde muzikale lijntjes verder uitwerkt? Ik ben benieuwd. Alvast bedankt. Ja, dus we hebben net een demo gehoord van Ad aan het begin van deze podcast. Nou, dan gaan we aan de gang. Hoe gaat dat? Nou, je had iets over zeggen, ja. Mirjam. Ja. Ja, we spelen het eerst gewoon in de groep op een repetitiedag. En dan gaan we kijken hoe het voelt, hoe het klinkt, volgens mij. En dan, ja, soms dan gaat er een klein groepje verder mee aan de slag. Of je gaat op dat moment gewoon bedenken wat mooi past of klinkt. Ja, toch wel een soort jam sessie, ja. Wat zij bedoelt. Hè? Dus dan gaan we het spelen. En het kan zelfs gebeuren dat we het dan gaan spelen en denken... Hey, we dachten dat het liedje heel goed was, maar het is toch niet zo lekker. Of we missen of inderdaad we missen nog iets. Een tweede couplet of een bridge. Dus dan kan het soms ook weer dat het weer terug gaat naar de schrijftafel. Meestal is het gewoon spelen en proberen. En een sfeer proberen te zoeken met elkaar. Waar het liedje lekker invalt. Zo voelt het dan. Dus we zijn aan het pielen, sfeer zoeken. Ad die denkt, hey, maar dit akkoord kan nog net even handiger of beter. Of als we nou dit tussendingetje doen. Dan zegt James, hey, misschien de basligging even anders. Of ik zeg, hey, qua feel. We hebben ook wel eens gehad dat iets recht werd gespeeld. Is een beetje muzikaal technisch. Maar dan staat alle noten, zeg maar. En dan zei ik, hey, misschien moet het shuffle. Of het moet net even een andere maatsoort. En dan kan het liedje in één keer helemaal tot bloei komen. Dus ja, dat is toch allemaal... Ja, dat we daar al jammend achterkomen. Het is ook wel eens gebeurd dat we het dan naar Frank stuurden... en dat hij daar helemaal mee aan de gang ging. Hè? Dat hij helemaal zo hard geslagen bijvoorbeeld... is helemaal een arrangement van Frank. Ja. Dus die geeft ons dan gewoon de demo en de bladmuziek. En zo gaan we het dan doen. Ja, oké. Nou, hopelijk is dat een beetje een antwoord op jouw vraag. Verder heb ik heel veel reacties ook weer binnengekregen... op de podcast van Vaders Huis... waarin Frans zijn verhaal deelde ook... over zijn homoseksuele gevoelens. Dat was echt het grootste deel van de reacties gaan echt over die podcast. En dat zijn best wel ook hele persoonlijke verhalen... van kinderen, van mensen die daar mee te maken hebben gehad. Die zeiden, ja, mijn vader heeft dat. Iemand die zegt, ik ben 30 jaar getrouwd... en door de podcast ben ik daar voor het eerst over gaan praten met mijn vrouw. Dat de podcast aanleiding was om daarover te praten... Dus hele indrukwekkende en mooie verhalen, persoonlijke verhalen... die ik niet hier ga voorlezen met naam en toenaam, dat zul je begrijpen. Maar wil ik wel even genoemd hebben en jullie ontzettend bedanken... voor jullie verhalen en de delen. En dat is echt ook wat we wilden met die podcast, om een persoonlijk verhaal te delen. En het is mooi om ook persoonlijke verhalen terug te krijgen. En hierin dan samen op te trekken. Nou, tot zover de brievenbus. We gaan hem afronden.
Ik zou, we kunnen hier nog wel even een uurtje doorpraten. Maar ruimte voor u is toch genoeg gesprekstof, hè, voor zo'n aflevering. Ja. Nou, dit was in ieder geval aflevering 8 van seizoen 2 van de Sela podcast. Jullie bedankt dat jullie hier waren. En jullie natuurlijk ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik kan me voorstellen dat ons gesprek ook bij jou wat gedachten heeft getriggerd. Stuur ze gerust door. Jouw ideeën over ruimte voor God. Gods inspiratie in liederen schrijven door kunstvormen. Kom maar door. En je kan je ook abonneren op deze podcast. En ons een aantal sterretjes geven. Daar worden we altijd heel blij van. Nou, voor dit seizoen hebben we nog 2 afleveringen te gaan. Volgende keer gaan we praten over God is overal. Dan zit Roeland hier, die ook mee heeft geschreven aan Ruimte voor U. Doe hem de groeten. Ja, en Ad is er. Oftewel, een nieuw lied, nieuwe tafelgasten. En hopelijk weer met jou als luisteraar. Doei!